dat voor geloof? Een scheerkwas die kan lachen, dat is toch flauwekul? Nou, dat kan wel zijn, maar wat dan ook, want dat klinkt toch magnifiek. Vooral door mij gezongen bij een zitterend stuk muziek. Ja, de lachende scheerkwas, ja, dat is het helemaal. Horizont en verticaal. Dus niet de huilende kaasschaaf of de kraaienschoen, de woedende banketschaaf of de verlegen citroen. Geen schaterende asbak of het spatbord zonder vlees. Een jubelende naaldhak of gewoon een hoed van vlees. Het is de lachende. Meneer Schaambergen, u heeft ons nu verteld dat u weliswaar niet weet wat een bus Fim vandaag de dag kost. Maar dat u verder niet ontevreden bent met uw huidige status van huisman. Mag ik het al dus zo samenvatten? Nee. Nee? Nee, ik weet juist wel wat een bus Fim vandaag de dag kost. Hoeveel dan? Want dat zou ik dan ook wel eens willen weten. Ja, dat ben ik even vergeten. Och, die meneer. Wel... Dat u weer goed bent met uw vrouw Ria, dat vind ik veel belangrijker. Wilt u nou koffie of zegt u nou nee? Nee. Nee? Ja. Ja of nee? Beide. Ja, wilt u nu koffie of niet? Nou, graag dan maar. Ja, dan zal ik toch even de koffiekan erbij moeten halen. Weet u wat het is, meneer Schaambergen? Geen idee. U hebt het toch maar aan mij te danken dat u na uw escapades met het zangeresje weer terug bent bij uw vrouw. Jawel. Laat mij uitspreken. Ja, ja. Ik wou zeggen, eigenlijk komt dat door de kleine Otto. Want die bracht mij in het Willy Dobbelplantsoen op het idee om mijn inmiddels fameuze muziekavondje, al waar ik u en uw vrouw in hernieuwd huwelijksgeluk samenbracht, op poten te zetten. Zo, dat is eruit. Hé, hé. Jawel, maar u kon zich in het Willy Dobbelplantsoen alleen maar op dat idee laten brengen door Otto, omdat hij daar zat. Zegt u? Omdat hij daar zat. Ja, dat is me nou ook wat. Vanwege een afspraakje dat mijn dochter Irene al daar met hem gemaakt had. Oh, dus u wou zeggen dat u het aan uw dochter te danken had? En dus in engere zin aan mezelf. U denkt diep door, hoor. Moet ook wel. Maar in dat geval zou ik het ook aan u te danken hebben dat ik nu met Jaap hier getrouwd ben. Mogelijk wel, ja. Fijne, rustige man, hoor. Zit de halve dag op de bank te slapen, moeit zich nergens mee enige. Wilt u nog koffie? Oh, u hebt nog. Maar anderzijds heeft die arme Otto het weer aan u te danken dat hij nu in het ziekenhuis ligt. Immers, u was zo onverantwoordelijk om een jongen van amper 16 jaar een complete Mercedes cadeau te doen. Oh, maakt u zich daarover geen zorgen, hoor. Sinds het moment dat ik hoorde van zijn ongeluk zit ik met een immens schuldgevoel. Toch wel? Ja, wat dacht u? Niet dat die arme jongen er iets mee opschiet. Even goed. Bent u al bij hem op bezoek geweest? Nee. U? Nee. Enerzijds zag ik echt tegen een confrontatie op. Anderzijds was het mij tot nog toe niet toegestaan omdat hij tot voor kort op de intensive care behandeling lag. Maar als u mij nu wilt excuseren, want ik heb nog meer te doen, al zou ik zo niet meteen weten wat. Hé! Hey! Wat moet ik doen? Wat moet ik ook alweer doen? Zeg op! Hoe laat is het? Ik ben verslapen. Hebben we Henk Paul speciaal een plaatsje in onze slaapkamer gegund, zodat hij niet ongemerkt het huis kon uitsluipen? En dan moet je nou eens zien. Ik zie niks. Nee, dat zie ik ook. Dat is het hem juist. Oh. Denk nou eens even na, hé. Oh. Ja, zeg dat wel. Stel je nou eens even voor dat Henk Paul echt van zijn koningschap afziet. Wat dan, hè? Wat dan? Dan is Nederland voorgoed verloren, was dat het niet? Oh, dus daar ben je dan toch eindelijk met me eens. Henk Paul, waar ben je? Zou er een vrouw
in het spel zijn? Het zou niet de eerste keer zijn in de geschiedenis dat een koning zijn rijk ophoudt voor een vrouw. En je weet wat er met Engeland is gebeurd nadat Edward zijn droom liet schieten om achter mevrouw Simpson aan te rennen. Heb ik toen diep in de nacht over liggen lezen in het kroonboek van de ECI. Nederlands grootste boekenclub, waar we ook nog een fijne broodrooster aan te danken hebben. Waarom is hedenmorgen onze wekker niet afgelopen? Misschien had hij daar een keertje geen zin in. De dag is amper begonnen en ik ben al totaal uitgeput. Lieve chef, toen vanmorgen vroeg de wekker afliep, heb jij hem opgepakt en door het raam gegooid. Je hebt gelijk. Ik zie hem liggen. Maar ik kan op deze afstand niet zien hoe laat hij het vindt. G, zeg me nou eens eerlijk. Hoe laat is het? Weet ik dat. Waarom heb ik je ook nooit een horloge voor je verjaardag gegeven? G, ik kan je nu helaas geen ontbijt op bed serveren. Net of je dat ooit gedaan hebt. Kan wel zijn. Maar dan heb ik er in ieder geval dan nu een goede reden voor. Ik ga Henk Paul opsporen. Wat denkt hij wel? Hij is naar het arbeidsbureau. Waar is dat goed voor? En waarom zeg je me dan nu pas? Ik had het je beter helemaal niet kunnen zeggen. En waarom heb je hem dan zomaar laten gaan? Zolang hij hier zo lang bij ons in huis onderdak heeft, wenst hij kost en inwoning te betalen. Zo, wens meneer dat. En aangezien we onderhand geen cent meer in huis hebben, omdat die plafond nog steeds geen optredens voor ons heeft weten te boeken. Hebben wij dan soms al voldoende repertoire? Ik bedoel, we zullen toch nog wel iets moeten vinden om de mensen voor ons aan het kloppen te krijgen. Ja, daar zou die plafond ook voor zorgen. Je moet je leven niet ophangen aan die frassen van die malle plafond. En bovendien is dat dan toch allemaal van de baan. Want als Henk Paul eenmaal koning is, hoeven wij niet meer te werken. Alleen af en toe even zo'n adviesje geven. Nou, ik ga aan de slag. Wat ga je nou doen? Henk Paul opsporen. Oh, Jantje Vos. Waar kom jij nou ineens vandaan? Ja, uit die kast. Hele nacht aan een knaapje gehangen. Met een duizel van de mottenballenstank. En dan was chef net in slaap en dan werd Henk weer wakker. Oh, blijf maar gauw lekker bij me in bed, Jantje. Oei! Ja, maar verwacht er me niet te veel van. Maar ik kan niet meer. Ach, wist me gewoon, zonder mij erin te kennen, maar dat zal hij weten. Een beetje Agnes me gewoon. Zou ze toch niet tegen mij kunnen zeggen? Op naar het arbeidsbureau. Ik heb u gisteravond niet voor niks gebeld. Nee, telefoon wordt er ook niet goedkoper op. Ik zeg wel eens tegen Jaap hier. Afijn, laat hem maar. Ja, dat zegt ze wel eens. Meneer Schaamberger, wat kan ik voor u doen? Nou, het is meer, wat kan ik voor u doen? Zegt u? Ik ben namelijk sinds kort privédetective. Zo? En weet uw vrouw ervan? Nou, die wou ik daar niet mee lastigvallen, maar die heeft al druk genoeg met die nieuwe kantoorbaan. Oh, die meneer. Slaapt u weer? Ja, ja. Zit de godganse dag hier op de bank te slapen. Weet u, in vertrouwen hoor. Ik ben nu wel met hem getrouwd, maar dat is eigenlijk het enige wat ik van hem weet. Ja, maar dat is het toch? Wat is dat toch? Ik ga voor u de gangen van uw man na. Zegt u? Ik ga voor u de gangen van uw man na. De gangen van mijn man? Maar dat zou betekenen dat ik hier de hele dag met u opgescheept zit. Hoezo dat? Omdat Jaap verder alleen maar af en toe in het Willy Doppenplantsoen zit. Daar heb ik hem ook voor het eerst ontmoet. En vandaar heb ik hem zo naar het stadhuis gesleept. Want die eenzaamheid na de dood van mijn man zalige, dat vond ik onderhand welletjes. Want zegt u nou zelf, de tijd vliegt. Ja, ja. Niet dan? Ja, ja. Oh, dus dat zijn we eens. En weet u wat het gekke is? Nee. Sinds mijn huwelijk met Jaap mis ik Bruno ook helemaal niet meer.
Bruno, wacht. U weet wel, die malle hond, God hebben zijn ziel. Terwijl ik verder van Jaap alleen maar weet dat hij Jaap heet en zo'n pakweg 50 jaar geleden ter wereld kwam te Dalden. Dalden. Onder de rook van Assen. Dalden. Goed. Fijn, dan ga ik voor u gelijk op onderzoek uit, mevrouw de Wilde. Gascogne. Pardon? Mevrouw Gascogne heet ik nu. Nee, mijn man, Jaap Gascogne. Begrijpt u wel? Maar ik kan er zelf ook niet aan wennen, hoor. Dus u mag me ook gewoon mevrouw de Wilde blijven noemen. Goed. Oh, ja, nog even iets. In onze branche is een klein voorschot niet geheel en al ongebruikelijk. Natuurlijk. Zo, ik hoop dat dit voorlopig afdoende is. Ach, weet u wat? Neemt u ook maar meteen de hele portefeuille mee. Is van echt bokskalfleder van mijn vorige man. Maar dan verwacht ik van u ook wel enig resultaat. Ja, ja. Dan ga ik nu maar gelijk op pad. Hè? Drinkt u niet nog even een kopje koffie? Nou ja, dan gooi ik de rest maar weg. Want als ik het nu nog langer dan een week bewaar, is het misschien niet meer zo lekker. Ach, Jaapie. Door jou krijg ik weer helemaal een nieuw, interessant leven. Vluchten kan ik meer. Ik zou niet weten hoe. Hè? Vluchten wat? Kan ik meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? Zeg, Loes. Te ver, ja, schat. Ik geloof dat ik nog maar even wat gelezen in het Willy Dobbenplantsoen. Oh, drink dan nog eerst even gezellig een kop koffie, goed? De verre landen zijn oorlogslanden, vergaderingsplaats, toeristenstranden. Mijn eerste opdracht, mijn nieuwe leven als privédetective, neemt een aanvang. Jawel. Zo, op naar Dalde. Even dat poepje laten ruiken. Zo. Ah, en wat een riant voorschot. Wacht even, ik kan die bomduiten maar beter niet op zak houden. Opeen. Zo. Kluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe. Kluchten kan niet meer. Maar waar ligt Dalden eigenlijk precies ergens? Irgendwo. Ja, ik hoor jullie wel. Nou ja, moet maar eens zien, dit mag van dorp aan me komen. Dat is zo. Aanstellers. Maar ik laat mijn goede humeur niet bederven door de... Godsamme, verdamme, mijn hele schoenen compleet van het stront. Jezus. Wat wilt u van me? Het godverdomme helemaal brutaal. Vaak is beleefd. Waar ik ergens het arbeidsbureau kan vinden, zeg ze eerst geen mok. Maar laat me wel helemaal naar het Willy Dobbenpantsoen achteraan shoppen. En dan zegt ze doodleuk. Wat wilt u van me? Precies. Dat zegt ze. Ja, ondanks alles blijf ik toch last houden van een goed humeur. Wacht eens even. Nu ben ik er al. U bent het arbeidsbureau. Heeft u een momentje? Ja? Ik zoek namelijk... Passende arbeid. Ik niet. Nee, dat hoef je mij niet te vertellen. U heeft hier een leuke job als chef van het openluchtfiliaal van het gewestelijk arbeidsbureau. Al hier. Allein, wieder allein, einsam,
Wie maar voor u berouwst die jugendzeit in lange, bange reinsamkeit. Dames en heren, u zult misschien denken, of misschien denkt u dat wel helemaal niet. Hoe het ook zij, het is niet voor niks dat ik u vanmorgen hier allen bijeen geroepen heb. Luistert u even mee, mevrouw Kogel? Ja, ja. Goed zo. Want today is a very special day today. Want vandaag is het een heel bijzondere dag. Ja, want ik ben jarig vandaag. Dames en heren, dames en heren. Dames en heren. Die Bert van Zutphen. Wist jij dat hij vandaag jarig was? Het is nou allemaal wel leuk dat zo'n ex-dominee hier komt werken. Maar die man die heeft altijd wat. Ja, wat dan nou? Dan is hij ineens weer jarig. Jarig. Ja, wat kan hij daar nou aan doen? Wat hij daaraan kan doen, van alles. Maar als hij het waagt, hè. Als hij het waagt om dat hier te gaan vieren. Om met taartjes op de proppen te komen. Hij is toch maar één keer per jaar jarig. Hij werkt hier amper een paar weken. En dan meteen maar jarig. En waarom dan net vandaag? Juist nu we vandaag controle krijgen van die hoge Piet uit Londen. Maar dat bezoek van onze Engelse superieuren hoeft de verjaardag van onze jongen van de postkamer toch niet in de weg te staan? Ik bedoel juist andersom. What do you mean, the other way around? De verjaardag van Bert hoeft het bezoek van dat stel Engelse pieven toch niet tegen te houden? Nee. Jammer genoeg niet. Was dat maar waar, kon hij dat maar wel. Ik zal hem omhelzen. Ik zal hem op mijn hart drukken en zeggen, Bertje, mijn jongen, je bent een kraan. Dat jij door zo simpelweg maar jarig te zijn, die fucking Britse controle kan afwenden, Bert, van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. Dank u wel, meneer Van Zanten. Het wordt vast een fantastische dag en kijk eens wat ik heb meegebracht. En mevrouw Schaamberg en u als chef mogen als eerste uitkiezen. Nou? Ik heb voor elk wat wild vruchtige bakjes, mokkapunten, appelbollen, roomsoezen, moskovisch gebak. En van die kwarkdingen ziet u wel voor tegen de lijn. Ja, ik denk ik ben maar eens per jaar jarig. Dus vooruit maar eens flink in de beurs geblazen. Dus ik zou zeggen, mevrouw Schaambergen, tas toe. Meneer Van Zanten, kan er nu eindelijk eens een andere koffieautomaat komen? Ik ben alweer een half uur bezig om koffie uit het verdraaide ding te krijgen. Maar hij pikt alleen maar kwartjes in. En voor de rest zegt hij, doe het zelf maar. Meneer Van der Vet. Meneer Van der Vet. Niet allemaal tegelijk, ik heb er één stel oren. Ja, dat kan wel zo zijn als u daar dan maar ja, één maar knop... Ik wou maar zeggen, een kop koffie bij die gebakjes is wel zo lekker. Ik weet niet of u het weet, maar wij krijgen vandaag hoog Brits bezoek. Ja, maar dat wist ik niet. Ja, dat gaat u ook geen fuck aan. Waarom vertelt hem dan? Nee? Ja, omdat hij over taartjes gaat liggen zeiken, daarom. Nee, dat was ik. Meneer Van der Vet zeikt over de koffie en ik zeik over de taartjes. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Wat stel je voor? Of stel je maar liever niet voor? Of stel je voor? Ja, maar ik wil toch nog even op die koffie terugkomen. Thee. Engelsen drinken thee. Tea. T-E-A. T-I-E. Heeft u inmiddels al tot een keuze kunnen komen? Want mijn armen zijn geen uithangbord. En ik heb nog wel wat meer te doen. Want ik hoor net dat we vandaag hoog Engels bezoek over de vloer krijgen. Ja, hier. Maar meneer Van Zanten... That's my choice. That's my fucking choice. Oh. Ja. Sorry, Bert. Dat had ik natuurlijk niet moeten doen. En dat nog wel op je verjaardag. Nou, als ik niet jarig was geweest, had u dat niet hoeven proberen. Nee? Nee, want dan had ik u geen doos met taartjes onder de neus gehouden. Goedemorgen. Weet u wellicht waar zich hier ergens het zogenaamde gewestelijk arbeidsbureau zich ophoudt? Oh, u moet niet denken dat ik om werk verlegen zit hoor. Ik heb er wat anders aan mijn kop. Maar het betreft ene Henk Paul, die gewoonweg te beroerd is om bij de WW aan te kloppen. Mevrouw G. vertelde mij dat... Allein, wieder allein, einsam, wie immer, vorüberrauscht die Jugendzeit, in lange, bange Einsamkeit. Mein Herz ist schwer und trübt mein Sinn,
ik zit in Garden Cave. Mijn vrouw G vertelde mij namelijk dat... Questa quella per me per il sonno quant'al. Nee, daar begin ik niet al. Goedemorgen. Dal mio cuore l'impero non cedo. Mijn creatuna, fior t'altra beta. Ik ga dus even bij opzij. Donder is op. Oh, ja, dat is waarom de wc is kapot. Verstopt en zo, weet ik veel. En die wordt nu gemaakt, denk ik aan? Dat staat nog te bezien. Ik ben namelijk helemaal geen loodgieter. Oh. Maar hij daar, hij kan er helemaal niks van. Ja, maar dat klopt. Maar u bent toch Henk Paul, eigenaar van het exclusieve restaurant Le Carab Doré? Dat heb ik toch verkocht, ouwe hoer. Le Carab Doré, daar wouden wij vorige week een hapje gaan lunchen. Maar dat was toen ineens gesloten, weet je nog wel, Ria? Er komt nou een bijkantoor van diezelfde kutbank waar jij een half jaar geleden sushi hebt was. Hij komt dan ook aan een bankfiliaal. Wat zonde nou, was juist zo'n gezellig punt. Van diezelfde bank die mij eerst om zeep heeft geholpen en die gaan er nou met een dikke geldkont op zitten. Leuke lamp overigens. Ja, hè? Vind ik eigenlijk ook wel. Maar nu sta ik aan het hoofd van deze riante kantoortuin en dadelijk krijgen wij hoog bezoek van ons Engelse moederbedrijf. Dus duik die play in en zorg dat het pikver in orde komt. Gaan jullie dan maar eens eerst ergens anders confereren, want er wordt gegarandeerd een waterballet. Zeg meneer, als u met de wc klaar bent, kijk u dan ook nog even naar de koffieapparaat. Kan gelijk in één moeite door. We zullen maar even daar gaan zitten. We zullen toch een soort plan de campagne moeten maken. Hoe we dus die Engelse lui, nou ja. Om de tuin leiden. Om de kantoortuin leiden. Pardon. Het mooie is er weliswaar van af. Maar ja, als we ze dadelijk opeten, dan kunnen ze toch ook niet heel blijven, zullen we maar zeggen. Hè? That's it. We'll have to lead them around the garden. Kom nou maar. Dan komen die Britten erachter dat ik hier als chef geen flauw idee heb waar het hier om draait. Heeft u enig idee of vermoeden, mevrouw Schaanbergen? Ja, hoor, dus ik ben hier alleen maar aangenomen van de Grits en rechterhand. En als de linker al niet weet wat de rechter doet, ja, moet ik maar het hoe bent weten. U hier dan terechtgekomen? Ja. Ik bedoel, u was toch eerst souschef bij de plaatselijke bank al hier? Ja, maar daar had ik een duidelijke opdracht. Proberen de mensen zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Ja, en daar hebben we elkaar voor het eerst leren kennen, hè, Frits? Maar jij kon geld opnemen, voordat je man er met alles voor door zou gaan. Om dat allemaal in dat zangeresje van hem te steken. Dus dat zangeresje vond het kennelijk onvoldoende als uw man alleen maar zichzelf in haar stak. Om ja, het zo, maar zo eens kan te hij zeggen. Wel weer, meneer Plafond. Ben je hebt er helemaal vol gepompt. En tenslotte is er een grammofoonplaatje uitgekomen. Maar of dat wat wordt, I doubt it. Nou, maar ik hoorde het laatst op de radio. Verliefd, 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 verliefd. Oh, verliefd, verliefd. Enzovoort. Ik geloof dat ik ook maar eens verliefd ga worden. Het moet heel leuk zijn. Maar dit terzijde. Ja. Hoe is het eigenlijk met uw man, Ria? Ik bedoel, mevrouw Schaanbergen. U bedoelt meneer Schaanbergen? Ja, wat zei ik dan? U zei mevrouw Schaanbergen. Ja, nee. Als u soms meneer zegt als u mevrouw bedoelt, of andersom. Nee, als ik mevrouw zeg, dan bedoel ik ook mevrouw. Kan ik u niet meneer zeggen en dan mevrouw bedoelen? Onzin. Dus andere betekenissen. Als iemand zegt mevrouw en dan bedoelt hij. Ja, hoe dan ook? Hij probeert er weer bovenop te komen. Op u of op het zangeresje? Sorry hoor, daar bedoel ik niks expliciets mee. Ik bedoelde daarmee te zeggen... Ja, Rijn is privédetective geworden. Hij denkt daarmee zoveel te kunnen verdienen... dat hij met mij en onze dochter Irene... die nu helemaal losgeslagen van het ene vriendje naar het andere holt... waar moet ik mijn carrière mislopen om onze dochter weer in het gereel te krijgen soms? Waarom moet de vrouw er altijd voor opdraaien, hè? Als Irene nou zo goed van... Kijk wel gewoon door, mevrouw Kogel. Nou ja. Rijn noemt zich dus nu privédetective, waarmee hij de kost denkt te kunnen verdienen. En dan denkt hij met mij en onze dochter Irene weer opnieuw dat leuke, frisse gezinnetje te beginnen. Ja, wat is het toch fijn, detective te zijn. Want achter de mensen zorgen en verdriet liggen voor mij. En bergen geld in het verschieten door lade chagrijn. Is voor mij een gat mijn. Ja, 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 ja. Hey. Dat is nou ook sterk. Ja. Ten slotte is het een prachtig lied. Ja. Ingrid Gortenbroek. Wat door haar is het eigenlijk allemaal gekomen.
de en passant even mooi en onverbiddelijk heeft worden gefabriceerd. Maar haar wilderige verschijning parkeert. De omwenteling in mijn bestaan. Van het domme hoofdonderwijs aan haar gewietste detectief. Verlief, 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 da da da. Verlief, 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 verlief. Is het mooiste wat er is, dat branden van de liefde te. En als ze na de onverbiddelijke hit weer terugglijdt naar een roemloos bestaan, dat is daar een opgebloeide Rijnschaanbergen. Ja. Maar op te vangen, maar anders zo hopeloze val in een grote vergetelheid. Hè? En dat zal ik er in mijn armen nemen. Nou, en mijn rijke bestaan met haar delen. Dan. Verliefd, 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 verliefd. Godverdomme. Rijk je wel goed? Ja, wacht even. Waar ben ik nou verzeild geraakt? Wat een wondere witte wereld. Waar ben ik in Jezus nou? Wacht even, die ziet eruit als een autochtoon. Hallo. Hallo, goedemiddag. Ook goedemiddag. Het is een leuk hondje, een aardig beest, hè? Dat is een rothond. Oh. Vals kring. Zullen we bij de ziel nog niet eens hebben? Oh ja? Nou ja, ik wou eigenlijk vragen... Nou, je mag hem gratis meenemen, zo meteen, gratis, voor niks. Nee, ik bedoel, bent u hier bekend? Ik bedoel, want ik moet namelijk naar Dalden. De atoombomweg, om precies te zijn. Ben u met de auto? Ja, ja, mijn auto is dat. Dat wil zeggen, ik ben lopend dus. Krijg nou wat, zeg u dat? Ja. Dalden? Dalden. Dalden? Moeten we Dalden wij? Nee, ik heb nooit van gehoord. Ja. Nooit van gehoord. Maar moet u dat hondje nou nog hebben of niet? Zeg, ik heb nou onder de hand wel lang genoeg naar dat geleuter geluisterd. Straks komen die Engelsen en ik heb nog niet eens de post gesorteerd. Ja, doe dat dan. Of ga liever eerst naar de wc. En zet er een beetje vaart achter. Pardon? Hoor ik dat goed? Ja, of je gaat kijken of die reparatiewerkzaamheden aan de wc willen vlotten. Alright. Leuke verjaardag. Ja, wat zeggen nou straks tegen die Engelsen? Weten we dat nou al? Niks. Ik zal door de mond vallen en ik sleep jullie allemaal mee in mijn val. Ja, maar luister nou eens, meneer Van Santen. Toen u hier kwam werken, had u toch geen enkel idee bij wat voor concern u in dienst had? Nee. Ik was helemaal geobsedeerd door het vele meer geld dat ik als chef hier ging verdienen. Ik heb gewoon net gedaan of ik precies wist waar het zich allemaal hier over handelde. Ja, hij heeft gewoon gedacht, laat ik nou eerst maar die goede baan pakken. En... Precies. Ik heb gedacht, als ik daar eenmaal aan de top sta, dan hoor ik gaandeweg van het lagere personeel wel wat er hier allemaal verhapstukt wordt. Maar wat denk je? Er is hier niemand die ook maar weet wat dit voor kantoor is of waar het toe dient. Ja, maar u weet dan tenminste toch wel hoe het heet? Ik bedoel, misschien is dat een indicatie. Ja, iets van International Huppel de Pup Nederland. Maar dat staat toch hier. Maar ergens op dan? Nou, hier op ons briefpapier staat zo'n... modern, volstrekt onleesbaar computergestuurd ontworpen vignet. Ja, nou hé, zeg, maar dat kan ik wel eens aan Elsje vragen. Die zal dat wel weten. Ja, want die neemt hier in eerste instantie altijd de telefoon op. Hallo, met wie? Ja, nee, zegt u eerst maar eens eventjes met wie ik spreek. Dan kunnen we altijd nog zien of ik wel trek heb om u te woord te staan. Want die toon van u bevalt me helemaal niet. Oh nee, nou stik dan maar. Elsje, dat kan wel een heel belangrijk iemand zijn. Hoe weet jij dat nou? Krijg ik die luier aan de telefoon of jij? Ga jij hier dan zitten als je het soms beter weet, maar dat doe je niet. Ik heb al wat belangrijkers te doen. Waar wind je je dan zo over op als het dan zogenaamd zo onbelangrijk is? Ik wind me helemaal niet op. Nee, hè? Nou niet. Maar vanavond wel, hè? Lekkere viespeuk van me. Hé, maar eerst gaan we gezellig ergens heel duur en stijlvol eten, hè, Theo? Ik moet eerst vanavond nog op ziekenbezoek.
Wie nou weer? Ja, wat dacht je? Otto nog steeds. Maar dat kan je vrouw dan toch wel opknappen? Ja. En zo'n jongen vindt het toch veel leuker als zijn moeder hem komt opzoeken. En je hebt mezelf gezegd dat Otto die doktoren daar verboden had je bij hem toe te laten. Ja, Toos vindt wel eenmaal dat ik als vader de plicht heb om af en toe ook eens langs te komen om een half uur aan die jongens in bed te hangen. Hoe moet ik dat doen? Als ik wel ga, dan laat ik me door mijn vrouw gaan zeggen. En als ik niet ga, dan doe ik mijn zoon zijn zin. Hallo? Zie je wel, telefoontje zat. Maak toch geen zak uit als ik er af en toe een paar geen trek heb. Hallo, met wie? Oh, bent u het weer? Als u nou zo dadelijk nog een keer belt, hè? Dan heeft u drie keer voor niks gebeld. Oh ja. Oh ja. En weet je wat u dan bent, hè? Weet je wat u dan bent? Lichaamsdeel van drie letters. Een lul! Nee, Elsje, dat is toch echt te gek? Hoewel, het past wel precies. Nee, het is toch een heel fatsoenlijk blad. Hè? Kom. Irene. Vieze koffie, hè? Maar jij wist ook niet waar we anders moesten afspreken. Irene, zal ik dat baantje van jou niet eens een tijdje van je overnemen? Waarom? Nou, volgens mij is dat veel te zwaar voor je, al die containers. Maar dan hoef ik toch niet met mijn handen op te tillen? Ik zit in zo'n hele luxe cabine op knopjes te drukken. Ik ga dan maar met computers en zo. Maar waarom neem je dan ieder ogenblik de dag op? Volgens mij is dat niet voor niets. Nee. Nou? Hè? Nou? Nou, gewoon hoef ik jou toch niet allemaal uit te leggen? Ik moet ook wel eens boodschappen doen en zo. Hé, nou, dan ga ik maar weer eens zo'n beetje, hè? Ik hou van je, Irene. Ik hoop van jou, Job. Ik leg het je allemaal nog wel een keertje uit. Oké, dat is goed. Zeg, kom vanavond niet te laat thuis, want ik kook vandaag een feestmaaltje. Feest? Mm-hmm. Vandaag kennen we elkaar precies 2,5 maand. Zeg even waar je naartoe moet, dan breng ik je op de bron. Hé, nee, joh, ga jij dan maar weer naar je college. Anders word je nooit professor. Doei. Dag. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar ik zit hier even zeg, in directiebespreking. Je zit er wel de hele tijd op directieniveau mee te lullen. Maar ook jouw positie is mij nog steeds niet duidelijk. Ja. Weet jij niet wat voor kantoor dit is? Ja. Ik hè? Ja, jij bent hier toch niet zomaar gaan werken zonder te weten hoe of wat? Ik ben hier na u terecht gekomen. En bovendien ook nog in buitengewone dienst. Mijn taak is vooral een adviserende. Ah, alright. Onze Engelse moedermaatschappij komt de boel hier inspecteren en controleren. Wat, meneer Plafond, adviseert u mij? Ach, we moeten ze gewoon een rat voor ogen draaien. Hoe zeg je dat in het Engels? We'll turn your wheel before your eyes. Good morning, my name's Carrington, this is Miss Brookfield, we're expected. Wat is dat nou weer voor gelul? Theo, wie zijn dat? Kijk dan even op je lijstje, schat, ik ben al even bezig. Would you tell your manager, Mr. Van Santen, that we've arrived? We should have been here earlier, but due to a bit of industrial action at Heathrow Airport. What now? Look, I'm afraid we've had rather an exhausting trip. Would you kindly take us to your manager, Mr. Van Santen, please? Thank you. Hoor eens even. U kunt net zoveel Engels lullen als u zelf wil, maar dan bent u toch bij mij mooi aan het verkeerde adres, hoor. Want ik verdomme toevallig om Engels te praten. En heus niet alleen omdat ik het niet kan. What's she going on about? U staat hier niet op mijn lijst. Dus fuck out hier. Away, away. Oh, well, that's one word I do understand. Kijk, het is heel eenvoudig. We doen gewoon net of we precies weten wat we doen. Hè? Kijk, zolang hier alles op rolletjes loopt... Ja, en dat doet het. Laat dat maar aan nou, mij dan over. Is er toch geen vuiltje aan de lucht? Laat die computers maar razen. Het moet er vooral heel ingewikkeld en efficiënt uitzien. En ik bedoel, kijk, we stellen het gewoon zo ingewikkeld voor... dat zij er nog minder van begrijpen dan wij. Kijk, want zij kunnen natuurlijk aan hun moedermaatschappij, onze grootmoedermaatschappij, zeg maar, in Amerika of... Or wherever. Hè, kunnen ze toch moeilijk gaan mededelen dat ze niet begrijpen wat hun Nederlandse tak uitvoert. Look, would you please take us to your... Wat is dat nou allemaal, Aaltje? Ja, weet ik veel. Twee rare mensen uit Engeland of zo. Oh, nou, dan moet u eens even goed luisteren, mevrouw meneer. U mag er misschien uit Engeland komen, maar als u zo nodig hier op het continent wil wezen, dan spreekt u maar Hollands, hè? Als wij in Engeland komen, ja, niet dat ik dat graag doe hoor, want ik vind het een vies, koud, mistig collega-land. Maar dacht u dan soms dat wij in het Nederlands werden aangesproken? Laat me niet lachen. Don't let me laugh. Both of you. Ja, ik hoef me toch zeker niet een beetje te laten afblaffen. Wat zullen we nou krijgen? Nee toch? Niet dan. Is toch zeker zo? Ja, ze hebben zich nog ineens behoorlijk voorgesteld. You didn't even introduce yourself. Nee. Huh?
How do you expect us as a respected firm of so, that we maf krijgen toch ook te kaleren? Vriendelijk en voorkomend moeten we zijn, hè? Want dat stellen ze op prijs. Die ja, want die hebben, echt, die hebben echt stijl, hè, die Britten. Zeg, wacht eens even. You are from England, zegt u? Ah, yes, yes. Ah, yeah. Do you happen to know the name of a big English river starting with a T? Thames. What? Now, was it the Thames you wanted? The Thames! Natuurlijk, ja. Thames. Kortom, we moeten ze inpakken. Thank you. Alsjeblieft, meneer Thank Van Zanten. You. Now, may we please see Mr. Van Zanten? Where is Mr. Van Zanten? Oh, here, I'm Mr. Van Zanten. Good morning, Carrington. Good morning, hello. This is Miss Brookfield. Welcome, welcome, yes. How about a drink? Or perhaps it's a little bit early in the morning for such a thing. But anyway, may I present to you, mevrouw, mevrouw Schaanbergen. I mean, Mrs. Skeenbergen. Good morning. Yeah, hello. My right-hand girl. Hello. Yes, and Mr. Jacques Plafond. How do you do? Oh, how do you do? Hello. Jacques Plafond. How do you do? General consultant on extraordinary assignment. Is that how I should put it? Our apologies for the possibly rather bizarre reception at the desk. But they are some temporary employees. Mm. For you see, business is booming, so we can hardly keep up in the personnel field. No, not at all. We understand totally. We find it rather amusing. When in Rome, do as the Romans do. That's the way to look at it, isn't it, New Eye? Is it? Oh, yes. Yes, of course it is. Well, shall we go to my office then, straight away? You must be the two English people. You must be. I'm Bert, the mailroom boy. Good morning. Well, and if I do anything wrong now and then, just take no notice, for you see, until recently, I was a minister of the church. Yes. Really? Yes. Very interesting. Don't pay attention. He's a bit mixed up. You see, it's his birthday today. Yes. Plafond, hou op. Wat kan dat die hoge Engelsen nou verrotten? I beg your pardon. Well, I said, forget it. Well, please, won't you follow me? Yes, thank you very much. It's a nice office, isn't it? Yes, it's, nice. Is Engel? Eh? Is Engel? Oh, Engelse. Wat zijn de Engelse? Wat is dat nou weer? Potverdorie nog aan toe. Waarom is dat nog niet klaar daar? Ja, niet zo'n grote bek, hè. Doe me een plezier. Iedereen loopt in als je hier komt, dan hoop je dat we nu naar de noorden komen. En ik moet dus allemaal op de hele dag te blijven. Why don't you sit down? Just ignore the mess. Well, that won't be easy. Perhaps we could go and sit over there. Well, wherever. I'll sit anywhere. Look out! Ja, wat zal ik zeggen? What can I say? Ik ben Henk Paul, voormalig eigenaar van het exclusieve restaurant Rutgerskade de Reeks. Thans ben ik bezig met een loodgieterklusje op de kant. Yes, thank you. Look, thank you. I'm sorry, wasn't that very posh west from the London office wanted us to book into? Yes, I propose to go there now and then fly home after lunch. Le Carat de Reis closed, I'm afraid. Oh. What a crummy organization job of you fellows in London. They should have known about that. Listen, while this terrible mess is cleared up, why don't we sit down over there for a while? And then I'll get the stuff there, and then I'll show you how we have built up our wonderful streamlined organization here in the Netherlands. And eigenlijk ben ik koning van Nederland. What did he say? Just that he's the king of the Netherlands. Oh. Wat zeg je? Dat ik de koning van Nederland ben, nou hoor. Maar dat is een beetje verwarrend voor mij, want zover is het nog niet. Sorry. Could I offer you a cup of tea meanwhile? Could you make that a cup of coffee meanwhile? Sure. Yes, I prefer coffee too, please. Wat is hier aan de hand? Stop het. Haal jij eens even koffie voor mevrouw, meneer. De koffieautomaat is stuk, dat ben ik de hele morgen al aan het doen. Doe wat ik zeg, of ik begaan een ongeluk. Ga! En een flinke schoot whisky voor mij, ja? En een theekopje graag. Will you please come this way? Yes, thank you. Yes. Please. Fancy. Please. Here's the plafond, yes. Daar ga je weg! Oh, you will no doubt think that... No, of course we don't. And a good thing, too. Thinking was never your strong point, was it, Miss Brookfield? Well, I'm so sorry, but I've got some urgent telephone calls to handle now. But Mr. Plafond here can give you all the information on the house and what's and whatever you may call it of our office as the Dutch subsidiary. Yes, that's what I said, thank you. Of our international firm, so, Mr. Plafond. Who? Yeah. Me?
Well, yes, of course. You are, of course, very curious about the way our matrix is built up in our organization. Well, we do this a little different from the usual manner. Well, yes, I had gathered that. Oh, well then, you see this terminal here, we gather the latest adjusted data, and they are fed in and then checked by us and then classified further on. And this in such a way, yes, what is it, Mr. Jackson? Well, I just wanted to tell those people that they shouldn't have such a big mouth. For they shouldn't forget that if we Dutchmen had not been so stupid to swap our New Amsterdam for Suriname, which was theirs at the time, then New York would now still be New Amsterdam. And the whole of America would be speaking Dutch instead of English. Yeah. Look, what about lunch? Is there a staff canteen or anything? Well, as a rule, we eat the sandwiches we bring to work right here. But some of us drop by at Ben Stuyp's snack shop just around the corner. Is that an idea? We kunnen toch moeilijk met die keurige Engels in die smeertroep van Ben Stuyp gaan zitten. In English, please? Why not? Oh, our staff canteen is being refitted. Well, just a sandwich would do for me, like that one. Where did that come from? I brought it from home. Did you really? Well, it looks delicious. Is that really real corned beef? I love corned beef. Hoor je dat, Elsje? Patten. Dan hoor je het ook eens van twee echte Britten. Het is corned beef. Corned beef en geen cornet beef, zoals je altijd zegt. Maar you could have one of my sandwiches if you want. Oh ja, oh ja, maar ik blijf toch gewoon cornetbief zeggen. Want tenslotte wonen wij hier in Holland. Oh. Hey Paul, huh? Hey Paul, hey Paul, ben je nou helemaal gek geworden? Wat? Een aanstaande koning die in een mafkantoor een beetje gaat liggen loodgieteren. Ja, wat wil je nou? Haar eens! Wat wil je nou, moet toch wat verdienen? Oh, vooruit! I'm sorry, but who's he? Oh, it must be the plumber's boss. Yes, our employers rule with an iron fist. You people could take a lesson from them. But well, let's see at our terminal over there. You see, our entire system is based on a maximum of efficiency. And look, that's what we're doing here. Just go away for a minute. You know, the spiral value of our decoded valuated annotations. Yeah. Understand? Yes. Is submitted and inserted. And then set off against, and that is what Mr. Kogel is doing all by herself, against the bridge functions on this scale over here. Mr. van der Vet, can you show us the macro listings in a minute? Yes? Well, for that's what we switched over recently, you know. It's really a considerable improvement. Good. Let me tell you that. And it fits in beautiful with our floppy disk system. Sorry, with the... Our floppy disk storage system, I should say. Yes. Yes, you're right, to which I'll come back in a minute. But how do we get a complete survey of all that in one glance? Exactly. Well, we just press this button, you see? Yes. Well, see what I mean? It's all very simple and highly efficient. What's the times? Dat zingen van die zakplafond, dat is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Vindt u niet? Maar goed, hier ben ik dan weer, Marijke Vlug, met de prijsvraag. En u zou mij eigenlijk eens een keertje moeten horen zingen. Op het ogenblik treed ik bijvoorbeeld overal op in het land met Paolo Passionato en de Pennies from Heaven. Maar goed, de prijsvraag. Het antwoord op de vraag van de vorige week betreffende Bert van Zutphen moest zijn Nederlands hervormd predikant. En de prijs, want onder vele goede antwoorden was daarbij ook nog het fraaiste rijmpje, gaat naar... De heer Van Wessem, Kruidberg, Amsterdam, Zuidoost. Mijn gelukwensen en veel loopplezier met de gewonnen schoenen. Maar nu de vraag van de week, van deze week. Waar werd Jaap Casconje, de nieuwe man van mevrouw De Wilde, geboren? Uw antwoord op die vraag, alsmede een leuk rijmpje, per briefkaart naar VPRO... Postbus 11, Hilversum. En die moet uiterlijk woensdag aanstaande in ons bezit zijn. En wat kunt u deze week winnen? Dat is deze leuke lamp. Maar ik moet nu nodig, want ik heb er veel meer te doen. Nou, daar ben ik. Inderdaad. Een leuke lamp die u kunt winnen. Ja, nee, die kan ik niet winnen. Maar de kijkers thuis. Ja, ja. Als u tot dusver steeds goede antwoorden en leuke rijmpjes hebt ingezonden... en u nog steeds niks gewonnen hebt. Geen nood, blijf meedoen.
Want dan maakt u behalve iedere keer weer de weekprijs natuurlijk, ook nog kans op een van de drie hoofdprijzen. Te weten, de derde prijs, deze radiocassette recorder. De tweede prijs, een prachtige kleuren tv. En de eerste prijs, een videorecorder. Doe dus mee. En u kunt uw briefkaart natuurlijk ook meteen benutten om u op te geven als lid van VPRO. We zijn al aardig op weg naar de B-omroep, maar kunnen u nog best als lid gebruiken. Doen we even, hè? Fijn. Nou, tot de volgende week dan maar weer. Dag. Dat is toch flauwekul. Nou, dat kan wel zijn, maar...